Doe-parlementariër Karel Breeveld heeft afgelopen vrijdag tijdens de begrotingsbehandeling in het parlement aandacht gevraagd voor de natuurreservaten in Suriname. Hoewel Suriname diverse natuurgebieden tot beschermde gebieden heeft verklaard, wordt er weinig controle uitgeoefend op de daadwerkelijke bescherming van deze gebieden. Het DNA-lid is van mening dat er zodanig beleid kan worden gevoerd dat lokale gemeenschappen ook betrokken worden om gebieden te beschermen. Het verklaren van grote gebieden tot natuurreservaten is niet de enige manier van natuurbescherming. Dit brengt veel conflicten met zich mee. En het is geen garantie voor duurzame doeleinden die beoogd worden. Door gebrek aan controle worden beschermde gebieden ook vernietigd. De mondiale ervaring leert dat het veel effectiever is wanneer lokale gemeenschappen die in die gebieden woonachtig zijn, middels empowerment en wetgeving worden ondersteund om zulke gebieden duurzaam te helpen beheren en te beschermen. Breeveld vroeg ook om verduidelijking over de milieuwetgeving en hij deed enkele aanbevelingen om de zeespiegelstijging tegen te gaan. Er moet een verbod komen op het vernietigen en weghalen van mangrove- en parva-vegetatie langs de kust vanwege de ecologische rol die als bescherming, broednest voor kustvogels, toerisme en kraankamerfunctie en de kraankamerfunctie die het heeft voor zeevissen. Ten aanzien van de schelpafgravingen is een duidelijk verbod nodig, een concreet verbod om langs de kust schelpafgravingen te doen plaats of laten plaatsvinden vanwege de bescherming en de multi-ecologische rol die het vervult voor onder andere zeeschildpadden en andere zee- en kustdieren en voor plantengroei. Doe-parlementariër Karel Breeveld afgelopen vrijdag tijdens de begrotingsbehandeling in het parlement. Hij bracht ter herinnering dat er nog steeds geen actie zijn ondernomen om de illegale zandafgravingen te Braamspunt een halt toe te roepen.